Martin Jimmink uit Kolhorn start in januari weer aan de Dakar Rally, die dit jaar in Saoedi-Arabië wordt verreden. Afgelopen zondag was er een kijkdag in de loods van Jimmink aan de Westfriese dijk, waar belangstellenden een praatje konden maken met de avonturier. Ja, er gaan 6 monteurs mee, 2 teammanagers, er gaan 2 vrachtwagens mee, er gaan een paar campers mee, er gaat nog een sprinterbus mee voor de chef-monteur en de chef. Die zie ik onderweg dan nog een paar keer, dan vangen ze je op als er eens een keer problemen zijn om je te helpen. Dus ja, het is een heel team hoor. Daar gaat ook best wel wat geld in om, of niet? Ja, je moet je inkopen in dat team. Ik zeg altijd, Max Verstappen rijdt nu bij Red Bull. Die krijgt nu betaald, denk ik. En dat hij begon in de Formule 1, ja, toen moest hij zijn eigen inkopen. En in dit team heb ik me ook in moeten kopen. Maar ik ben dan ook verzekerd van hele goede service. En het is echt een topteam waar ik zit. En kun je mij als leek vertellen wat er nou speciaal is aan deze motor? Ja, het is echt met een handgemaakte fabrieksmotor. Ze maken er 100 en er worden met 50 motors Dakar gereden. Ja, het is echt helemaal een Dakar motor hoor. Ik bedoel, je kan het zo gek niet bedenken. Alles zit erop, mijn gereedschapkistje zit onder mijn zadel en hij is zo doordacht. Ja, het is, ik weet niet hoe ik het zeggen moet, maar het is een eer om op zo'n motorfiets te rijden. Ja, dat geloof ik. Ja, hoeveel kilometer is het eigenlijk wat je moet rijden? Ja, ik dacht dat we 5000 kilometer alleen al special stages hadden. Het is 12 dagen. Ik dacht dat we 7000 kilometer moesten rijden of zo. Dus het is wel heel veel hoor. Er zijn dagen, mijn langste dag is meer dan 900 kilometer. En zenuwachtig? Nou, niet echt. Nee, ik hoef hem niet te winnen. Ik heb hem al een keer gefinished en nu wil ik hem gewoon natuurlijk weer finishen. En ik hoop dat iedereen enorm van mijn Dakar gaat genieten. Maar zenuwachtig ben ik niet. Ik ga het toch wel rijden met een bepaalde veiligheidsmarge. Die bouw ik in. En ik wil niet te veel vallen. De snelheden liggen dit jaar heel hoog. Dus ik denk dat we heel vaak boven de 120 km per uur rijden. Maar ja, we moeten voor daglicht binnen zijn. Het is dan maar 11 uur licht. Als jij de langste special stage is 550 kilometer. Ja, we moeten heel hard rijden, willen we voor donker binnen zijn. Hoor.